Marcos, welkom in Rotterdam. Hoe bevalt het tot zover? Bienvenido a Rotterdam. ¿Cómo te gusta hasta ahora? Bien, no he estado mucho tiempo acá, pero he recorrido un poco la ciudad y me gusta mucho. Ben hier nog niet zo heel lang natuurlijk, maar ik heb een klein beetje van de stad gezien en het bevalt me uitstekend. Het is een warm onthaal, veel aandacht. Er wordt veel van je verwacht. Wat doet dat met je? Estoy muy tranquilo, me siento en un buen momento para llegar acá. Estoy con muchas expectativas de lograr grandes cosas y bueno, muy feliz. Ik ben rustig, ik weet wat er van me verwacht wordt en ik heb te veel vertrouwen in dat het goed gaat. Ik ben blij dat ik hier ben. Er waren, begrijp ik, veel clubs in jou geïnteresseerd. Waarom heb je voor Feyenoord gekozen? Me interesan muchos clubes en ti, ¿por qué elegiste al Feyenoord? Sé que es un club muy importante en Holanda. El técnico me llamó y eso impulsó mucho que yo llegue acá. Estoy con muchas expectativas, quiero pelear grandes cosas y el Feyenoord me parece el club ideal. Ik weet dat Feyenoord een grote club is in Nederland. De trainer had me ook gebeld en dat heeft me heel erg gestimuleerd om deze keuze te maken. Ik heb er veel verwachtingen van om hier grote dingen te gaan doen. Gelijk voor veel jaren ook, tot 2023. Waarom dat? El contrato para muchos años hasta el 23. El contrato que tú has firmado es para muchos años hasta el 2023, porque es un contrato tan largo. Sí, es un contrato largo, me parece bien. Es un club en el que me gustaría estar mucho tiempo, me parece un gran club y espero estarlo por bastante tiempo. Het is een lang contract, dat klopt, maar dat lijkt me ook prima. Het is een club waar ik lang wil blijven. Vertel nog eens wat meer over jezelf. Wat zijn je krachten? Wat kunnen we van je verwachten? Si nos puede contar algo de ti, ¿cuáles son tus características? ¿Qué podemos esperar de ti? Soy un jugador que le gusta salir mucho jugando con la pelota al pie, al piso, no rifarla. Trato de darle mucha seguridad al equipo. Tengo buen juego aéreo y bueno, espero poder lograrlo acá y mostrar un mejor nivel del que vengo teniendo. Ben een speler, ik heb graag de bal aan de voet. Ik ben niet zo van, ik ben van de voetbal en de oplossing. Ik ben een speler die rust geeft aan het team, soberheid. En dat hoop ik dat ik hier ook kan laten zien. Ik zag dat het afscheid bij San Lorenzo, dat je veel deed. Kun je daar nog iets over kwijt? La despedida de San Lorenzo fue muy emocionante. ¿Nos puedes contar algo de eso? Sí, fue difícil. Estuve 10 años muy intensos en San Lorenzo, desde muy chico. La verdad fue muy emocionante terminar el partido, sacarme esa energía de poder despedirme de mi gente. Estoy muy feliz de poder haberlo hecho y nuevamente de poder estar acá. Ja, natuurlijk is het afscheid van San Lorenzo moeilijk. Hij heeft daar 10 jaar geweest, vanaf het moment dat hij een klein jongetje was. Dus het is emotioneel als je dan je laatste wedstrijd kan spelen en die energie in je opneemt. Maar hij is blij dat hij het zo heeft af kunnen ronden. Oké, ten slotte, volgens mij moet je weer gelijk terug naar Argentinië nu. Interlandverplichtingen, dat lijkt me vrij heftig. Le parece bastante difícil llegar acá y el día siguiente ya volver a Argentina. Sí, sabía que terminaba el partido, me tenía que subir al avión para llegar al Feyenoord. Lo hice con mucha alegría, no me cuesta hacer este viaje, no me cuesta tener que volver a viajar por estar acá. Estoy muy feliz y nada, espero demostrarlo dentro de la cancha. Dankjewel. Ik wist dat het zo zou gaan, dat ik na die wedstrijd tegen Union snel hier naartoe moest en dat ik nu ook weer terug moet, maar dat kost me eigenlijk geen moeite. Ik ben heel gelukkig om hier te zijn en ik hoop dat ik dat ook snel op het veld kan laten zien.